De politie viel voor de derde keer binnen bij mij thuis. Daarover zo meteen meer. Eerst over het feit dat er de afgelopen weken een journalist undercover kwam boksen bij Weerbaar VZW. Dat is de organisatie waarmee ik laagdrempelige bokslessen en, zoals jullie zien, sinds kort ook jiu lessen organiseer. En ze gaan er waarschijnlijk weer groot nieuws over maken, alsof het iets baanbrekends en indrukwekkends is dat er een journalist undercover bij ons kwam boksen. Nu... In realiteit is dat helemaal niet baanbrekend of indrukwekkend. Meer nog, er kwamen bij Weerbaar VZW al journalisten uit Amerika, Canada en Nederland boxlessen bezoeken en filmen. De beelden daarvan die kan je online terugvinden en die geven eigenlijk een vrij goed beeld van wat Weerbaar is en wat wij doen. We zijn dan ook helemaal geen schimmige of duistere organisatie. En bovendien is bij ons iedereen die gemotiveerd en van goede wil is welkom. Journalisten. Die zijn normaal wel enkel welkom als ze dat op voorhand melden. Want ik vind dat het nogal onfatsoenlijk is dat je als journalist mensen gaat uithoren en beelden gaat maken zonder dat je meldt dat je journalist bent. En je zou dan kunnen denken, ja, Dries, wat maakt dat uit? Jullie hebben toch helemaal niets te verbergen? En dat klopt natuurlijk. Dat is de waarheid. Wij hebben helemaal niets te verbergen en we zijn een mooie organisatie. Maar die waarheid ja, die doet er voor journalisten helaas niets toe. In Vlaanderen weet je 100% zeker dat de mainstream media negatief zullen schrijven over ieder rechtsproject en al zeker over ieder project van Dries van Langenoven. De vraag is niet zozeer of ze negatief of positief gaan schrijven, maar wel hoe negatief ze zullen schrijven. En in mijn geval is dat meestal heel heel erg negatief. De journalist die bij ons undercover kwam boksen is Brecht Kastel van Knak. Er is iedere week wel iemand nieuw die bij ons kon boksen, dus wij spenderen er eigenlijk geen ja, speciale aandacht aan. Er wordt hen wel getoond wat materiaal ze kunnen gebruiken en de trainers ja, die helpen hen wat meer dan dat ze de andere aanwezigen zullen helpen. Er wordt ook tegen die nieuwe mensen gezegd dat ze gerust een drietal lessen kunnen proberen voor ze zich uh, moeten inschrijven en het lidgeld van 10 euro per maand moeten betalen. Als ik dan zelf aanwezig ben, dan vraag ik meestal wel eens ja, van waar ze zijn en wat ze doen in het dagelijkse leven. Daarmee probeer ik geen journalisten te ontmaskeren of zo. Nee, ik vraag dat eerst gewoon om te weten of ze zullen blijven komen. Hè. Want we hebben eh, regelmatig mensen die bijvoorbeeld van Limburg of West-Vlaanderen helemaal naar opwijk komen. En die zijn altijd ja, super enthousiast en die zeggen dat ze graag willen blijven komen. Maar ik weet dan toch meestal wel vrij zeker dat die niet gaan blijven komen. Hè. Want Twee keer meer dan een uur rijden om te komen boksen en dan verschillende keren per week, daar houdt op termijn niemand vol, hoe enthousiast ze in het begin meestal ook zijn. Mijn vraag naar hun dagelijkse bezigheid is omdat ik al mijn hele volwassen leven mensen probeer te helpen door hen met elkaar te verbinden. Als ik bijvoorbeeld hoor dat er iemand automechaniek studeert en een andere persoon die bij ons bokst is dan bijvoorbeeld een garagist, en dan stel ik die mensen aan elkaar voor, dat vind ik allemaal maar... Logisch en menselijk. Of nog een, nog een ander voorbeeld. Bijvoorbeeld als er nu twee jongens zijn die voor elektricien studeerden. En zo hadden we er een aantal. Die hebben dan de, de geluidsinstallatie in onze club uh, geherinstalleerd, Want daar scheelde iets aan. Zo, en dat vind ik allemaal maar normaal. Hè, een paar kleine, kleine praatjes nu. Tijdens een van die lessen waar die undercover journalist aanwezig was, sprak ik die man dan ook aan. En ik vroeg hem, ja, van waar, van waar zij je juist? Uh, hij zei mij dat hij van het Brusselse vorst kwam en dat hij met de fiets was gekomen. En ik verschoot daar natuurlijk wat van, want dat is toch bijna al ja, een uur met de fiets door het heel koude weer. En ik besloot dan meteen om, uh, om hem te proberen helpen, want ja, als er één fout is die ik in mijn leven al vaak heb gemaakt, is het dat ik gewoon uh, vaak veel te menslievend ben en veel te veel mensen wil helpen. Nu, ik bracht uh, Brecht in contact met iemand die bij ons uh, bokst en die in de buurt van hem woont en waarmee hij dan kon meerijden met de wagen. En ik had, ja, eerlijk gezegd, nogal wat medelijden met Brecht-Castel, want bij het boksen blonk hij nu niet echt uit. En ik zei nog tegen een van onze trainers, ja, af en toe heb je er zo'n ene waarvan je ziet dat, het, uh, dat ze het nooit gaan kunnen. Alhoewel, dat is er zo'n ene en de trainer knikte instemmend. Maar toch, en uiteraard, werd Brecht net zoals iedereen goed ontvangen en sportief begeleid. Bij ons is iedereen welkom, het is Dus wij verwachten echt niet van mensen dat ze al goed kunnen boksen of, of heel veel talent hebben bij de eerste lessen. Dat is niet de bedoeling. Dus een correcte titel van het artikel dat ze bij KNAK gaan schrijven zou dus bijvoorbeeld zijn Ik ging undercover boksen bij Dries van Langenoven en het was eigenlijk best gezellig. Een ondertitel titel die zou dan kunnen zijn Nationalistische Vlaamse jongeren trainen er samen met Turken en Marokkanen. Dat zou allemaal kunnen. Maar het zal toch eerder, denk ik, een ander soort titel worden. Zoiets als bijvoorbeeld. Op gevaar voor eigen leven ging ik undercover in de neonazistische, witte supremacistische, homofobe, xenofobe, misogyne boxclub van Tries van Langenhoven. Dat zal het, denk ik, eerder zijn. En waarom ik dat. Al vrij zeker weet, is omdat de media natuurlijk helemaal niet op zoek zijn naar de waarheid. De media is een tentakel van het regime, net zoals justitie en politiek dat zijn. En die tentakels die hebben in het verleden trouwens al een van onze weerbaar initiatieven kapot gemaakt. Op een andere locatie waar wij trainden, werd de boksclub door de gemeente de toegang tot de gemeentelijke sporthal ontzegd. En ging de lokale politie zelfs een heel aantal ouders thuis, bij hen thuis, intimideren omdat hun zoons bij ons boksten. Dan zeiden ze tegen die ouders, ja wij, wij vrezen voor de radicalisering van uw zoon. En bij sommige ouders werkt dat dan niet. En die wijzen die politieagenten zeer terecht de deur. Je hoeft die mensen niet binnen te laten. Je hoeft die niet als koningen te ontvangen. Maar voor andere ouders natuurlijk. Ja, die waren daardoor geïntimideerd. Die zeiden dan tegen hun zoons of dochter in sommige gevallen. Ja, uh, jullie mogen niet meer gaan, uh, gaan boksen bij Dries van langelover. Dat is een gevaarlijke zot, heeft de politie ons gezegd. Dit en dat. Dus zo vergaat het regime. Dus om ons en onze initiatieven kapot te maken. En nu willen ze dus exact hetzelfde doen met onze weerbare locatie in Opwijk. Enkele maanden geleden... Op de eerste dag van mijn huwelijksreis, heel toevallig, viel de politie met niet minder dan 15 mensen binnen bij Weerbaar in Opwijk. Er werd natuurlijk niets verkeerds aangetroffen en ook onze administratie en boekhouding die was perfect in orde. Dus konden ze ons niets te lasten leggen. Die aanval van het regime die was dus al ja, mislukt. Die aanval. En ook de poging van justitie om ons te vervolgen voor privémilitie mislukte. Het is trouwens omdat al die pogingen mislukken dat je er niets van ziet in de media. Mochten ze dus gelukt zijn, dan had je het waarschijnlijk wel gezien. De volgende stap is dus nu een aanval van het volgende tentakel, zijn de media. En dat het een aanval is, dat zie je al meteen aan de vragen die Knak, het linkse weekblad waarvoor Brecht Castel werkt, mij stuurde nadat hij via bericht bekend maakte dat hij journalist is. En journalist Brecht Castel durfde mij die vragen blijkbaar niet te stellen in onze boxclub, dus stuurde hij ze vanuit zijn kelder schriftelijk naar mij door. Ik zal de vragen met jullie overlopen en telkens het antwoord geven dat ik schriftelijk aan Brechtkastel heb gegeven. Het zal voor jullie misschien lijken alsof er vragen zijn weggelaten, maar dat is voor alle duidelijkheid dus niet zo. Hè? Ik verloop alle vragen die zij mij schriftelijk hebben gesteld en ook in de volgorde dat ze mij die vragen hebben gesteld. Ze beginnen niet uh, met, met waarom ik weer waar heb opgericht of wat wij doen. Nee, ze, ze vragen dat helemaal niet. Ze beginnen gewoon meteen met leugens en aanvallen. Vanaf nu. Richt ik mij dus tot Brecht Castel en alle andere beroepsleugenaars van het Linkse Weekblad, KNAK. Vraag nummer 1. Van dus Brecht Castel aan mezelf. Een van de trainers van Weerbaar nam ook deel aan straatgevechten. Wat is uw reactie hierop? Kan hij aanblijven als trainer bij Weerbaar? De gemiddelde lezer van uw blad zal het niet zien. Maar na zes jaar ervaring met framing zie ik uw poging al meteen in de formulering van deze eerste vraag. Maar het is immers. Onmogelijk om deel te nemen aan straatgevechten. Je kan verzeild geraken in een gevecht op straat. Je kan betrokken raken in een ruzie die dan uit de hand loopt tot een gevecht. Maar er bestaat niet zoiets als deelnemen aan straatgevechten. Die worden niet georganiseerd, dus je kan er niet aan deelnemen. Meer nog, de spontaniteit, het niet georganiseerd zijn, maakt zelfs een wezenlijk onderdeel uit van een straatgevecht. Daaronder begrijpen we ieder gevecht dat niet werd georganiseerd. Door valselijk te schrijven dat een trainer van Weerbaar deelnemer zou zijn van straatgevechten, wil je hem of haar framen als iets of iemand die doelbewust gevechten uh, gaat deelnemen op straat. Dat is uiteraard niet het geval. En volgens mij zijn zulke straatgevechten waar je aan kan deelnemen, al geleden van de tweede helft van de vorige eeuw, toen er nog ja, grote groepen activisten op straat de politieke strijd met elkaar gingen uitvechten. Ikzelf en zo wat alle trainers van Weerbaar zaten toen nog in de pampers. Uw vraag is dus incorrect. Wanneer zo'n framende vraag wordt ontmaskerd, schakelen journalisten meteen heel snel uh, over naar een gewone vraag. Maar aangezien dit een schriftelijk interview is, u had jammer genoeg niet de ballen om deze vragen aan mij te stellen in onze boxclub, zal ik u een dienst bewijzen en de vraag voor u herformuleren zonder de framing. Die luidt dan als volgt: een van de trainers van Weerbaar was ooit betrokken bij een gevecht op straat. Wat is uw reactie hierop? Kan hij aanblijven als trainer? Wel, Brecht Castel, als journalist vertoeft u wellicht vooral in middens waar een toefje Sriracha-saus op de sojaburger het meest gedurfde moment van de week betreft. En waar men PTSD-therapie nodig heeft alleen al voor de gedachte dat men zichzelf ooit fysiek zou verdedigen. Maar in de waar ik kom, ligt dat toch net iets anders. De meeste mannen die ik ken, die zijn ooit wel eens verzeild geraakt in een zogezegd straatgevecht. En sommigen, waaronder ikzelf, meer dan eens. Ik zou de vraag eigenlijk moeten omdraaien. Aangezien u de vraag op deze manier stelt, kan ik ervan uitgaan dat u nog nooit in een straatgevecht verzeild geraakt bent. En dat vind ik eigenlijk best verdacht. Komt u nooit uit uw kelder? Hebt u nog nooit het moeten opnemen voor een vriend die tegen de verkeerde persoon aanliep of die in Brussel langer dan één seconde naar een groepje kansenparels keek? Komt u nooit op voor uw idealen? Hebt u nog nooit ergens een onrechtvaardige criminele situatie gezien waar u hebt ingegrepen, ook al wist u dat het tot geweld kon leiden? Blijkbaar niet, maar ik wel. Ik raakte al meer dan één keer verzeild in een gevecht. Soms om banale redenen. Omdat een groepje bullebakken een vriend van mij met een klein gestalte aan het treiteren was. Of omdat ik, tegen beter weten in, tussen twee ruziemakers probeerde te onderhandelen. Soms om heel serieuze redenen. Omdat een groepje jongeren dachten dat ze met z'n vieren drie van over wel eens aan zouden kunnen. Of omdat twee mannen de vriendin van een vriend van mij hadden aangerand. En aangezien ik zelf, al veel meer dan één keer in een gevecht op straat ben beland, zie ik niet de allerminste reden waarom ik een trainer zou moeten ontslaan omdat hij ooit, net zoals ik, in een straatgevecht zou zijn beland. Wel wil ik, zoals steeds, herhalen dat buiten de ring uiteraard het beste gevecht een vermeden gevecht is. Deze wijsheid wordt in iedere vechtsportclub geëerd, dus ook bij ons. In een vechtsportclub leer je dat respect voor elkaar erg belangrijk is en dat vechten iets is voor binnendring. Vraag nummer 2 van Brecht Kastel aan mezelf. U adverteert voor weerbaar met beelden van geweld waarbij de oorsprong van de daders benadrukt wordt. Waarom? Nu, beste Brecht, in deze vraag zitten een heleboel leugens, dus ik begin best bij het begin. U adverteert voor weerbaar. Dat klopt niet. Hè? Wij hebben voor weerbaar geen enkele vorm van advertenties lopen en al zeker geen betaalde advertenties. De enige vorm van publicaties naar de buitenwereld toe. Er zijn een drietal afbeeldingen waar ik, eh, ja, die ik sporadisch, wanneer er plekken vrij zijn, op mijn Instagram-story plaats. Op deze afbeelding staat, behalve het tijdstip van de les, geen enkele tekst. De foto's die gebruikt worden zijn er van mensen die trainen bij Weerbaar. Ik heb dus geen flauw idee waaruit haalt dat wij zouden adverteren voor Weerbaar en dat hierbij beelden van geweld met oorsprong van de daders zouden worden gebruikt. Wellicht hebt u daar, Brecht, ook geen idee van maar zal dit mooi passen in het valse frame dat u al heel lang op voorhand hebt bepaald? Bij het monteren van de video hebben we gemerkt dat ik een vraag ben overgeslagen. Omdat ik jullie altijd een volledig en correct beeld wil geven, zal ik die vraag hier even beantwoorden. Het gaat dus om vraag nummer 3, waar Brecht-Castel mij vroeg, is weerbaar een ideologisch project? En mijn antwoord daarop is kort... Alles in het leven is ideologisch. Hoe we de dingen doen, waarom we de dingen doen, welke dingen we doen, alles in het leven is ideologisch. Maar weerbaar is van alle initiatieven die ik ben gestart, is weerbaar het minst ideologisch geladen initiatief. Wij zijn in de eerste plaats een sportclub. Wij organiseren vechtsportlessen en daarnaast ook andere activiteiten zoals seminarissen rond gezonde voeding, yoga, mobiliteit, jiu-jitsu en dergelijke meer. Dus weerbaar is het minst ideologisch geladen van al mijn projecten. En dan nog iets dat ik eh, ben vergeten te zeggen in de video, maar toch wel belangrijk is om te kunnen inzien wat voor zielgaard ze daar werken bij Knak. Is dat die journalist Brecht Castel de afgelopen dagen is beginnen rondbellen naar een aantal vechtsportclubs waar leden van Schild en Vrienden, activisten van Schild en Vrienden, sporten in bijvoorbeeld West-Vlaanderen en Limburg ver van hier. En die hebben dan getelefoneerd naar die clubs en ze zijn die dan beginnen intimideren. Ja, weten jullie dat er mensen van Schild en Vrienden bij jullie sporten, bij jullie boksen? Zijn die nog welkom? En zijn jullie dan ook extreem rechts en dit en dat? Wat een zielige, dwaze intimidatiepoging. Van die sportclubs. Dat toont toch echt wel aan hoe laag ze gaan bij die regimepers. En hoe zielig ze zijn bij die regimepers. Eigenlijk, eigenlijk, als ze eerlijk zouden zijn. Willen ze dat wij gewoon niks nog kunnen. Willen ze dat we stoppen met ademen. Wij mogen niet uh, ergens werken. Wij mogen onze mening niet zeggen. Wij mogen zelfs nergens sporten. Eigenlijk wil het regime en de regimepers ons gewoon dood. Maar ze hebben zelf de ballen niet om daar iets aan te doen. Dus dan beginnen ze maar aan de lopende band leugens te verspreiden over ons. In de hoop dat iemand anders een of andere halve garen het in plaats Zal doen. Maar zover laten we het uiteraard nooit komen. Terug naar de video. Vraag nummer 4. Kent u Robert Rundo? Nee. Vraag 5. Is Weerbaar een Active Club? Nee, ook nee. Ik heb even uitgezocht wat dit allemaal inhoudt en kom dan wat googelen, al snel uit dat het zogezegde Active Club-netwerk werd opgericht in 2021. Weerbaar bestaat al sinds 2017. Voor corona hadden we lessen op drie verschillende locaties en sinds 2019 hebben we onze eigen locatie verworven waarvoor we in 2020 een VZW hebben opgericht. Een jaar dus voor het Active Club Network in Amerika werd opgericht. Wellicht zullen deze feitelijkheden, net zoals het feit dat bij ons iedereen welkom is en we een Marokkaanse trainer hebben en heel wat allochtone leden, zullen deze feitelijkheden u er niet van weerhouden om het frame op te hangen dat wij een of andere witte supremaciste club zijn. In dat kader was het best wel verfrissend trouwens om enige tijd geleden een Nederlandse cameraploeg over de vloer te krijgen bij Weerbaar. Ook zij hadden natuurlijk op voorhand al bepaald wat hun frame zou zijn. Maar zij stelden op zijn minst wel nog de basisjournalistieke vragen zoals het wat en het waarom van Weerbaar. Oké, okay, nog tien push-ups. Naast zijn eigen beweging, schild en vrienden en zijn YouTube-kanaal heeft Ries een bokschool. Hier traint hij jonge Vlamingen om fysiek sterk en mentaal gezond te worden. Zo wil hij bijdragen aan een verandering van de maatschappij. Openzetten en trappen. Voilà. Probeer naar het been te mieken dat je er zo in gaat met je scheenbeen. Idealiter, zwaait je richting het gezicht van uw tegenstander, zodat hij geobstrukeerd is, dat hij niet zo makkelijk kan terugslaan. Dus stapje zetten en dan trappen. Daarom okay. uh, hebben jullie eigenlijk gekozen voor deze box. Ik was al bij schuld en Vrienden toen de bokspeed werd opgericht. Ik ben gewoon naar deze bokspeed. Ja, ja, ja dus dat is logisch dan. Terwijl je hier dan traint en het is gezond, zit er ook een ideologie wel achter, geloof ik. Hè? Hoe meer Vlaamse jongens en meisjes weerbaar zijn, hoe beter. Ja. ja. En uh, waarom eigenlijk? Is het, is het niet beter dat je jezelf kunt verdedigen? In, in alle situaties. Wat ik vind hier leuk, het zijn ook um, gelijkzinnige mensen, dat is altijd leuk. Uh. Ja. En, en dat maakt dat het wel heel aangenaam is om inderdaad in een milieu te zijn waarin dat er gewoon een open discours kan zijn. Ja, ja. Want hier is ook geen enkel probleem als iemand een ander idee heeft. Dus je voelt hier meer vrijheid? Ja, in, inderdaad, ergens wel. Ja. Gewoon vrijheid om, om te spreken, vrijheid om te zijn. Ik dacht van, wie was ik een beetje terughoudend van. Uh, ik dat als de dan daar. Ja, Ik had nog geen weten. Ik had uh, de Plano-reportage gezien die not, not duidelijk debunked was uh, nadien. En ben ik naar hier gekomen met een open blik en een open mind. En uh, ben ik hier, ben hier goed ontvangen. Ik, ben, ik heb nooit gemerkt dat ik anders was of zo. En, en je hebt dan dus niet. Want er hangt hier ook een uh, vlag van Vlaanderen en er hangt ja. hier een uh, prinsenvlag. Okay. Ja. Ja. Uh, dat de... lijkt me dus best wel een beetje botsen. Of doet dat dat helemaal niet? Nee, totaal niet. Ik denk van uh, vaderlandsliefde, dat is iets heel moois. Uh, ik ben zelf Turk, ik loop hier ook rond. Ik ben zelf Turk, terugkeren, denk aan die rekkertjes. En nu terug op je binnen laten, linkervoet meedraaien. Ja. Ik heb drie wel, nu al een tijdje. Maar ja. er zit natuurlijk wel een nationalistisch gedachtegoed ja. achter. Uh, en dat uh, betekent dus bijvoorbeeld ook geen migranten meer naar binnen en zo. Ja. Dus dan uh, is wel de vraag dat jouw, waarschijnlijk jouw voorouders ja. hier gekomen zijn en heel open en tolerant uh, ontvangen zijn. Ja. Dat kan dan niet meer. Maar het is. Het is um... Ik ben ook persoonlijk voor minder migratie. Ik zie zelf van mijn eigen afkomst en van andere mensen... Dat gewoon, die zijn hier al twintig jaar in België, kunnen geen, geen woord Frans, Nederlands. zitten constant op hun uitkering. Ik sta daar in de ochtend ook voor op, zodat zij hun uitkering krijgen. Dat vind ik dan ook sneu. Natuurlijk moet ook altijd mensen helpen, maar het zit gewoon... Nu eenmaal, als we naar Brussel gaan, als je daar s'avonds rondloopt... Dat is er gewoon niet fijn. Je ziet zoveel mensen zonder papieren en... en Zelfs buitenlanders voelen nu niet op hun gemak daar. En dat is een gigantische probleem, om het in België rond, rond migratie. Linkervoet meedraaien, ja. ja. Veel in één keer, hè. En dat stadium slagen jullie bij krak gewoon meteen over. Hè. Meteen naar de valse, leugenachtige frame. Vraag nummer zes. Gelooft u in witte suprematie? Wel brecht witte mensen bestaan niet, dus witte suprematie ook niet. Tenzij u bedoelt dat wit uw favoriete kleur is. En daar ben ik het niet mee eens. Hè. De huidige designtrend om alles minimalistisch en wit te maken, dat is niet echt mijn smaak. Ik hou meer van warme tinten en van bruine houten meubels. Voor mijn kledij kies ik dan vooral voor blauw. Ook mijn kiepen zijn in tegenstelling tot wat journalist Guy van Vlierde van HLN ooit beweerde, voor het grootste deel niet wit. Ik heb dus vooral Kiepen van kleur, zouden ze dat bij knak noemen. Het kan natuurlijk ook dat u bij white supremacy het woord white verkeerdelijk heeft vertaald als wit in plaats van blank. Mocht u met uw vraag desgevallend willen polsen naar mijn geloof in de blanke suprematie, dan is mijn antwoord nog steeds nee. Blanke mensen zijn ongetwijfeld en onmiskenbaar superieur in een heel aantal dingen, maar hetzelfde geldt voor zwarte mensen, Aziatische mensen, etc. Het suprematie-denken houdt in dat één ras op alle vlakken superieur zou zijn aan alle andere rassen. En daar kan ik het, omwille van de feitelijke onjuistheid, uiteraard niet mee eens zijn. Los daarvan zie ik niet echt in wat dit met Vechtsportclub weerbaar te maken zou hebben. Tenzij u natuurlijk ten koste van de waarheid en de feiten echt het frame moet ophangen dat wij een clubje racisten zijn. Maar helaas, ondanks het feit dat uw hoofdredacteur Bert Bulting beweert dat racisme in het DNA van de Vlamingen zit is het ledenbestand van Weerbaar VZW ongetwijfeld etnisch diverser dan de redactie van Knak. Niet dat wij dat belangrijk vinden of daar applaus voor willen horen. Nee, nee nee, integendeel zelfs. Ik zou hier eigenlijk graag heel wat meer Vlamingen zien hè. Turken, Marokkanen, Afghanen die hebben echt wel al hun weg gevonden naar de boxclub. hoor. Het zijn de Vlamingen die ondervertegenwoordigd zijn. Wij richten ons daarom voornamelijk op de Vlaamse jeugd omdat wij vinden dat vooral de Vlaamse jeugd de dag van vandaag erg zwak is. En voorpakweg Tchenen hoef ik geen weerbaar VZW op te richten hoor. Die zijn allemaal al weerbaar genoeg. Het zijn de Vlamingen die weerloos geworden zijn en die een initiatief als het onze nodig hebben. Vraag nummer zeven. vreest u dat leden van uw club zouden kunnen radicaliseren? Mijn antwoord Brecht, is nee. Het merkwaardige aan de boxsport is dat die volgens de media deradicaliserend, dan wel radicaliserend werkt naar gelang de huidskleur. Bruine jongeren worden volgens de media. Gederadicaliseerd door de boksport en die moeten daarvoor subsidies krijgen. Blanke jongeren die worden volgens de media geradicaliseerd door de boksport en die moeten dan gevangenisstraffen krijgen. Wat wel radicaliserend werkt, Brecht, dat zijn de media. Jullie verspreiden continu blanke haat en maken samen met de andere tentakels van het regime iedere vorm van democratisch geweldloos verzet onmogelijk. Zelfs een boxclub waar iedereen welkom is, moet worden kapotgemaakt als er te veel. Blanke Vlamingen boksen. Gelukkig zijn er nog initiatieven zoals Weerbaar VZW, waar Vlaamse jongeren hun frustraties kunnen omzetten in sportieve energie. Ze vormen daar trouwens hechte banden met de allochtone jongeren die bij ons boksen en die een gedeelde haat hebben voor de extreem linkse woke mainstream media en al hun leugens. Vraag nummer 8. De trainingen bij Weerbaar zijn goedkoop in vergelijking met andere clubs. Is Weerbaar rendabel? Wellicht wil men daar een, een soort financieel complot of zoiets <laughs> verzinnen. Maar wel, wow. mijn antwoord aan brecht Kastel: Weerbaar VZW is op het nippertje rendabel. Ons doel is echter niet om winsten te maken. Wij willen laagdrempelige vechtsportlessen en andere activiteiten aanbieden voor Vlaamse jongeren. Die lessen duurder maken om winst te maken, ja, die zouden de drempel alleen maar hoger maken. We zijn ook een VZW, hè? Vereniging Zonder Winst. Het woord zelf zou bij de journalisten toch al een een belletje moeten doen rinkelen. Maar goed, Vraag nummer 9. Voelt u zich bedreigd door mensen met een andere huidskleur? Nee, Brecht. Ik voel mij eigenlijk nooit bedreigd, ook niet door mensen met een andere huidskleur. Huidskleur is trouwens een erg infantiele en domme manier om etniciteit te benoemen. Voilà. Bij deze al mijn antwoorden op de vragen van Brecht Castel. Ik heb Zo'n heel klein vermoeden dat mijn antwoorden niet gepubliceerd zullen worden in Knak. En daarom dat ik ze meteen richt aan jullie. Als jullie deze video delen, verspreiden, doorsturen en zeker als jullie ons dan nog eens steunen op kiesdriesbe steun, dan zorgen wij er samen voor dat deze video door veel meer mensen gezien wordt dan het artikeltje in het intussen noodlijdende kleine extreemlinkse Knak gelezen zal worden door een kleine schare abonnees die ze nog over hebben. We rekenen dus op jullie steun en we rekenen er ook op dat alle jongens en meisjes die weerbaar willen worden bij ons Thai-boxlessen, Jiu-Jitsu-lessen, mobiliteit, yoga, wat dan ook, komen volgen bij Weerbaar VZW. Volg daarom zeker onze Instagrampagina, instagram.com slash weerbaar. Tot binnenkort!